Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er in de bosrijke gebieden nevel of mist ontstaan. Morgen brengt de dag overwegend droog en zonnig weer. Maar in de middag en vroege avond kunnen er af en toe lichte tot matige buien vallen in delen van de kustgebieden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat voor morgen de gevoelstemperatuur rond de 41 graden Celsius zal zijn. De samenleving wordt geadviseerd om de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De dienst meldt ook dat er kans is op windstoten in het kustgebied.